Welkom kijkers bij Goalschool Geldrop. Leuk dat je weer kijkt. Mijn naam is Mike Vieringen en welkom op mijn YouTube kanaal. Het is nog niet helemaal de zomer die we gehoopt hadden, maar hey, we zijn gezond. De crypto's gaan weer goed, dus hey, wat willen mensen nog meer? Vandaag een tip van de week. Krijg meer kracht, meer snelheid in je swing. Ik weet, kracht en snelheid is niet misschien het allerbelangrijkste. Laten we eerst maar zorgen dat die bal mooi vliegt. Laten we eerst maar zorgen dat die bal mooi recht gaat. Maar ja, lengte is ook wel handig om te hebben. Wat zijn nou factoren die invloed hebben op die kracht, op die snelheid? En waar zou jij nou het best op kunnen letten? Ik ga je 5 factoren geven die invloed hebben op lengte. Ga maar eens na bij jezelf. Welke van die 5 zou jij nog winst kunnen halen? Laten we snel beginnen met tip nummer 1. Als we het hebben over kracht, over snelheid, dan hebben we het over de draai in het lichaam. Spelers die maar 45 graden draaien, zullen minder lengte genereren als mensen die 90 graden draaien met hun schouders. Alleen, ik kan alleen maar weer 90 graden draaien met mijn schouders als ik mijn heupen niet te stil hou. Dus als we kijken naar het ideaalplaatje, dan hebben we het altijd over probeer de heupen om en erbij de 45 graden te draaien. Dan zullen de schouders die 90 graden wel halen. Dus passieve heupen, passieve knieën, zeg ik dan even heel zwart-wit, zullen ook de draai minder makkelijk maken. Nou, als we het dan hebben over de knieën, dan hebben we het eigenlijk over de linkerknie. En die mag een klein tikje bewegen naar binnen, want als die linkerknie voor die rechtshandige golfer een klein beetje mee naar binnen gaat, wordt het voor mij wat makkelijker om die heup te draaien. En als de heupen goed draaien, kan ik de schouders beter draaien. Dus probeer in je draai zo ver te draaien naar achteren, dat je bij wijze van spreken over je linkerschouder naar de bal kijkt. Dan heb je wat mij betreft de veer in het lichaam voldoende opgedraaid. Tip nummer 2. De cirkel mooi groot houden. Kleine mensen met kleine armen zullen waarschijnlijk minder ver slaan dan lange mensen met lange armen. Als jij nou klein bent, zou ik zeggen, zorg in ieder geval dat je dus die cirkel al sowieso groot houdt. Je hebt al een klein nadeel. Maar ook voor de lange mensen met lange armen, zorg dat die cirkel groot blijft. En dat doe ik door mijn linkerarm eigenlijk een beetje van het lichaam af te duwen. Je ziet ook meteen, mijn rechterarm is niet helemaal gestrekt. Maar het is met name de linkerarm, die wil ik zo lang en zo groot mogelijk houden. Zowel in de achterzwaai als in de doorzwaai, tot horizontale hoogte in ieder geval. Nadat mijn club en mijn armen die horizontale hoogte bereikt hebben, dan pas zou ik eigenlijk willen zien dat mijn armen buigen. Dus probeer de cirkel zo groot mogelijk te houden door die linkerarm, zowel in de opzwaai als in die doorzwaai, mooi lang te houden. Gaat dit goed, zou je van mij die slag mogen afmaken en die handrem eraf mogen halen. Maar eerst die cirkel mooi groot houden. Check of je de armen mooi lang houdt. Tip nummer 3. Zorg dat je optimaal gebruik maakt van je hefbomen. Je hebt 2 hefbomen in een swing. De eerste hefboom is de linkerarm, deze hefboom. Mensen die maar hun armen tot hier naar achter brengen, zullen minder lengte maken als mensen die hier naar achter gaan. En hefboom nummer 2 zijn mijn polsen. Dus probeer optimaal gebruik te maken van de linkerarm. Laat die tot minimaal horizontaal hoogte komen. Als je lenig bent, zal het nog wel wat verder kunnen. Ik ben niet zo lenig. En 2, probeer die hoek van 90 graden op te zoeken. Ik zeg altijd, als je voelt dat je club op je linkerduim een beetje drukt, rust. Ik laat hem niet los in de zijkant van mijn handen. Dus ik laat hem niet los met die laatste 3 vingers. Maar ik hou wel degelijk stevig vast. Maar ik probeer die hoek van 90 graden te voelen. Waardoor die druk op die linkerduim een tikkeltje groter wordt. Dat is voor mij het teken dat die club die hoek van 90 graden heeft gehaald. Dus hefboom, linkerarm en knik die polsen in die top van de backswing.
Het is ook helemaal niet erg om een klein stopmomentje te hebben hierbovenin. Want daardoor voel ik nog net even iets beter of ik mijn linkerarm mooi recht hield. En of ik die polsenknik goed maakte. Dus een klein stopmomentje om te oefenen is helemaal niet erg. Tip nummer 4. Heb ik wel de juiste volgorde van afwikkelen van de veer? Mijn lichaam is een soort veer. En als ik die veer opdraai en die veer die wikkelt zich op de omgekeerde volgorde goed af, krijg je eenmaal de meeste snelheid. Ik zie veel golvers vanuit de top van de backspring eerst een armen en daarna eigenlijk het liggen pas meekomen. Alleen het blijkt, als ik in die goede opzwaai zit en ik zou eerst vanuit het onderlichaam kunnen starten, dan het bovenlichaam, dan de armen en als laatste de club, krijgt mijn uiteinde van mijn club veel meer swingsnelheid. Dus als we het hebben over de juiste volgorde van afwikkelen, zou ik eerst willen starten vanuit het onderlichaam, de knieën of de heupen. Dan volgt eigenlijk het bovenlichaam en de armen en de club eigenlijk vanzelf. En die komen dus een fractie achter het lichaam aan. Ik zou bijna zeggen, kijk naar een honkballer als hij een bal weggooit. Of kijk naar een speerwerper of een kogelstoker. Je zult eerst het onderlichaam zien en dan pas eigenlijk het bovenlichaam. Dus ga eens kijken voor jezelf. Start ik vanuit mijn handen of start ik meer vanuit het onderlichaam? Een goede oefening die ik altijd gebruik is, denk alsof iemand je aan je linkerbroekzak, als je eenmaal in de top van je backswing bent, denk alsof iemand je aan je linkerbroekzak naar achter trekt. Hierdoor zul je meer vanuit het onderlichaam starten en minder vanuit de armen. Dus ga naar die top van de backswing. Mag voor mij weer die seconde wachten. Denk alsof iemand je linkerbroekzak naar achter trekt en laat die club maar gaan. En je zult merken dat die versnelling onderin groter wordt als je eerst vanuit je onderlichaam start en dan pas de armen. Dus de juiste sequence, de juiste volgorde van afwikkelen van die veer. En de laatste, de vijfde, van hoe krijg ik meer kracht, meer snelheid in mijn swing, is raak ik de bal wel in de sweet spot? En de sweet spot is het ideale raakpunt in het midden van het clubblad. Het blijkt, voor iedere centimeter die ik een bal uit het midden raak, krijg ik 10% lengteverlies. Dus goed raken is ook een van de vijf factoren die invloed heeft op lengte. Hoe weet ik of ik een bal goed geraakt heb? Nou, dat voel je. Dat hoor je, dat zie je en dat voel je. Hij heeft die mooie, zachte, lichte tik. Je hebt het idee alsof je de bal amper geraakt hebt, want hij springt als bijna een pingpongballetje van je clubblad af. En ja, hij gaat het allerbest. Het kost het minst effort, minste energie. Dus ga proberen om goed die bal mooi in het midden van je clubblad te raken. En ga maar eens proberen om dat lekkere geluid op te gaan zoeken. Dat lekkere lichte tikje. Als je dat lekkere lichte tikje hebt, dan heb je in ieder geval die bal mooi in de sweet spot geraakt. Voor je de goede tip zou ik het enorm waarderen als je het een duimpje geeft. En zonder tegenbericht zien en spreken wij elkaar weer volgende week.